hier vandaag weer terug om regenbooggoud te zoeken, want we zijn basic as fuck. Hallo! Wow, yo. Ik weet niet wat ik aan mijn Dropbox heb toegevoegd, maar ineens krijg ik melding. Maar we hebben dus de regenboog. En we gaan dus inruilen. Wat echt een idioot plan is. Want ja. Dat dus. Ik heb het eigenlijk maar 2 dagen gedaan. Maar het gaat al best wel netjes. Want ja. Dat dus. Een Frosty. We hebben al het regenbooggoud. Ik heb een beetje het idee dat dit echt fout gaat. Want ik heb geen inventory ruimte gemaakt. Oh nee. Ik kan geen 1000 maken. Maar jullie kunnen wel zien dat ik 1000 heb. Ik wou 1000, maar volgens mij is het 999 max of zo. Dus we hebben 1040 en dat gaan we nu inruilen. Ik zal maar even. Oh wacht, deze niet. Maar de staart kan ik wel indoen. Of ik kan even. Ja, oké, maar ik kan ook gewoon mijn inventory gaan legen als ik alles heb ingehaald. Dus dan gaan we zo. Clash, goud heel goed. We hebben. Want je was zo kut, heel veel eten en zo kon krijgen. Dus we gaan gewoon lekker een uurtje klikken zo. Want ja, waarom niet? Dan gaan we zo lekker kijken wat we allemaal hebben. En ja, dubbele items ga ik wel verkopen. En ja, je snapt denk ik wel waarom. En waarschijnlijk gaat dit echt heel erg fout. Maar oké. We zijn dus weer. Die gouden regenboogding, daar heb ik al echt een paar van. Daar heb ik al best wel veel van. La 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 la. Even kijken, wat hebben we allemaal tot nu toe? We hebben dingen die we kunnen stapelen. Dat kan ik dan gewoon bij elkaar doen. Maar we hebben niks tot nu toe dat we kunnen stapelen. Oh jezus, heel veel items heb ik al. Goud heel goed. Oké. Dit is echt zo vervelend om te doen. Hey, we hebben een dubbel item. Toch? Ja, kijk. Dubbel. Een masker. Ik kan een masker zien. Die hebben we nu 4 keer. Leuk. Leuk dat we dat 4 keer hebben. Ik wil dat hele setje bij elkaar hebben. Dat hebben we de schoenen. Oelie. Maar weet ik niet of ik dit al. Deze had ik al. Dit is mijn. Oké, dit is Fortuna zadel. Ook meerdere broeken. Kan ik meerdere setjes nemen of zo? Goed, dit internet. Weer zo'n. Oké, donkere Fortuna broek. Fortuna broek. Of is het donker en licht thema of zo? Doe wat ik wil. Oh, we hebben weer een masker erbij hoor. Oh, lek. Lek, lek, lek. Deze game is broke. Schattig Fortuna. Schattig Fortuna jurk. Dat zijn twee. Oké. Donker en donker. Dus we hebben een donker en een donkere. Groene Fortuna masker. Dat is geen masker hoor, maar goed. Ik krijg een appje. Oh, het gaat regenen. Leuk. Ik moet nog het hoofdstel en het dekje. Ja, dat ook nog niet. Nog een zadel. Ik wil geen zadel. Ik wil een dekje. Nog een zadel. Hey, een cap. Hebben we ook nog niet. Die hebben we al wel. Heel goed, heel goed. Mijn goud, mijn goud. Mag ik mijn cadeautjes? Dank u wel.
Dank u wel. Zodra ik is hij weg, over. Over hoeveel minuten is hij weg? 5. Hij is over 5 minuten weg. Waarschijnlijk zijn we eerder weg, aangezien mijn inventory vol zit. Oh, dat hartje is leuk op die IJslander die naast me staat. Oké, mijn inventory is vol, dus we gaan die samenvoegen. Bam. Als ik dit verkoop, hoe krijg ik? Veel. En hij is vol. Inventory is vol. Hé, die is nieuw. Oké, we gaan dus de paardentaxi bellen. En wachten tot de volgende regenboog. Ik heb geen idee waar die komt. Of wat het nut gaat hebben om het te doen. Maar we gaan even dan mijn items in de kast leggen. En dan gaan we al mijn hele inventory leegmaken. Gewoon tot het helemaal gewoon leeg is. Gewoon dat er maar één plekje over is voor alleen het regenbooggoud. Dan gaan we weer verder. Dat vind ik wel goed. Want het is zoveel. We hebben nog niet eens 300. We maken even een kastje vrij. 10 en zo gebruik ik. Voorwerp. Gaan we even dit erin doen. Mijn dagen. Mijn basic shit. Ik had laatst mijn kast helemaal opgeruimd. Ik heb het volgens mij niet in een video gedaan. Gewoon, ik had alles eruit gehaald en weer opnieuw ingedaan. Ik had dingen niet uitgezocht om te verkopen, want ik spaar dingen. Deze kan weer in de kast. Want ik probeer gewoon lekker veel te hebben. En ja, kijk, we hebben hier heel veel. Oh, hier heb ik nog heel veel van die Fortuna. Nou, ik heb nog zo'n Fortuna ding, maar kijk, die kan de kast in. Ik heb dat hartje ook, lol. Dat is best wel falend. Deze heb ik al. Dus ja. We gaan ook maar even de uitrusting die ik momenteel aan heb gewoon even uitdoen. Want dan kan ik gewoon zadels en zo meedragen. Fosje. Sorry, maar tasje gaat ook weg. Het Fosje blijf ik dan behouden. Maar dan, ja, oké. Fosje kan ook de kast in. Alles kan de kast in. Ik weet niet waar ik aan begonnen ben. Ik had van tevoren al helemaal leeg moeten maken. Huisdieren. Hier heb ik mijn running pads. Het zijn er maar 3. En hier heb ik dan mijn random stop naar in de tas shit. Net als in deze. Leuke regenboog hierbij. Alles zit vol zeker. Ja. Nee, we kunnen 4 gebruiken. Dit is mijn setjes. We gaan gewoon even kijken. En we gaan gewoon alles in hier dumpen. 3. Alles. Van Fortuna. Vind ik wel een goeie. Nou, daarna kan ik uitzoeken van wat heb ik al, wat ga ik verkopen. Momenteel heb ik ook heel veel geld, dus ja. Jeetje, hoeveel maskers krijg je wel niet? Dat kan er natuurlijk niet in, stom. Oh, die maskers. Oh, dit is gewoon een exclusief blauw riding topje, die doe ik al even hier. En dat is ook Fortuna. Dus alles wat nu in mijn inventaris zit is Fortuna. Daar zeg je me wat. Fortuna, de bril. Ah, ik had alles eentje lager moeten doen. 2. Schoenen onderaan. Waarom is mijn verbinding zo naar? Het is heel erg irritant als je de tijd moet wachten tot je iets kan doen. En de volgende regenboog komt zo. Ik weet niet waar, ik hoop eigenlijk gewoon dicht bij Steve. Weet je, kunnen we daarna gewoon weer door. Oh jezus, wat een lelijk zadel. Ik kan nog wel eentje lager doen eigenlijk, want we hebben niet zoveel broeken. Maar wel jurken en truien. Oh, nog een keer. En nog een masker. Ik weet wel, van het paardenspullen heb ik niet zoveel van de Fortuna nu gekregen, zo te zien.
die kan, moet dan ook weer bij de huisdieren. Nou, kan wel toch op kleren. Oké, we hebben de cap. En dan de rijbroeken en dan die nog. En dan hebben we alles van de... Dus dan zie je dat je eigenlijk niet zo heel veel paardenspullen hebt gekregen. Is het ook nog leeg? Dries leeg. We hebben gewoon Dries Fortuna. Ik heb heel veel van die strik dingetjes. Heel veel. Zo. We gaan gewoon lekker setjes sparen. Doen we hier de zadel. Ik weet niet eens of het een hoofdstel is eigenlijk. Even kijken hoe laat is het. Het is nu... Hij is net weg, de regenboog. Dus ja, oké. Okay. Die kunnen er nog bij. Die kan daar. Oh, leuk. We hebben helemaal niks meer. Ook niet in het inventory. Ik kan ook nog mijn handschoenen uitdoen. Maar ik heb daar helemaal geen zin om daar ook nog eens... Ja. Nu moeten we dus 9 minuten wachten. Dat gaat lang duren. Oh. Oké, dus het doel is nog... Wat heeft zij allemaal? We hebben dus nog Fortuna, wat we nog moeten hebben. Wow, dit is een oud setje die ik altijd droeg. Dat is eng. Het is gewoon volledig tweeling van mij. De regenboog is weg. Dus dat wordt maar even wachten. Dan is het handig als ik even niet gewoon... Even kijken. Misschien is meer... Nee, het winkelcentrum is echt een stom idee. Want ja... En misschien is het wat leuk in de dorps om te kopen. Want ik heb nog, ja, kan straks al die Fortuna dingen die ik dubbel heb verkopen. Waardoor ik echt heel veel dingen overhaal. Maar ook echt heel veel. Volgens mij, nee, alles wat nieuw is, kost Starcoins. En die is wel nice. Maar dan ga ik het ook dragen. Volgens mij is het wel handig als ik mijn buskaart meeneem. Dan kunnen we met de bus. Of misschien, oh, in Mistval waren de leuke dingen. En dat was. En daar hebben we niet eens gekeken. Dundal. Dank je. Ja. Ik hou er nog wel wat geld over. Want ik moet heel veel trailer dingetjes doen. Maar ik train ook heel veel nu. Want het voorstop is bijna level 15. Of nee, nog een level. Bijna level 14. Maar ik probeer hem level 15 te krijgen. En dan moeten we nog. Mijn Noord-Zweeds paard moet dan nog. Die is nog level 2 volgens mij. En dan ben ik aan het wachten voor nieuwe paarden. Maar eigenlijk ook gewoon. Ja. Ik weet niet. Vosjes. Ik wou nog. Van de vossen. Wou ik deze vos. Alleen. Ja. Die wit is ook echt leuk hoor. Oh, ik ben echt in love met vossen. Oh, die running pads zijn echt een geweldige uitvinding. Maar ik wil gewoon geen Starcoins verspillen, want ja. Ja, voor shillings heb ik gewoon veel van. En ja, oh ja, dat die oorbellen en zo, dat is maar nieuw natuurlijk. Hallo, ik wil shit kopen. Waarom is maar eigenlijk één rijden vijf, chic rijjasje? Dat is gewoon het hele setje. Wow, dat is echt een hele hoog hoed. Het is gewoon een heel rijsetje, ook in dressuur of zo, ja, dan werd van die wedstrijden. En hier heb je waarschijnlijk... Oh, die is mooi! Nou... Starpoint. Dit zadel is gewoon een beetje raar, maar... Ja, het heeft wel wat. Tekje heb ik volgens mij al. wat is er nog meer? Hier is nog wat. Wat is hier? Oh, dit is de vreetkraan. Nee, ga omhoog, paard. Oh god. Zou ik wel omhoog kunnen via zo? Of eigenlijk niet? Ik rij wel even om. Ik zie eruit als een randebiel, maar daar houden we van. En dan hebben we daar nog een winkeltje. Is dat open? Wat is dit? Hi.
Ga je open? Oeh, veren. Vossen. Veren. Voor de manen. Maar waarom zie ik dat dan niet? Gemakkelijk. Oh, ik had wist niet eens dat die veren waren. Dat ga ik kijken. Maar omdat ik dan geen hoofdstel en zo op heb, kan ik het niet goed niet zien. Dat is zonde. Paarse hoofdband. Dan moet je mijn cap afdoen. Dat kon toch, je cap afdoen. Ja. Paarse hoofdband, maar alles kost er voor eens. Oeh. Dit is nog niet eens zo fout. Oké. Nu rijd ik weer zonder cap. Oei jeetje. Oei jee. Dat is gewoon niet leuk. Niet leuk, niet de bedoeling. Maar er zijn sferen, maar alles kost daar wel eens. En de star, de spaard, of is dat een paard die je kan kopen? Huh? Dit paard. Volgens mij kan je die kopen, maar... Het is heel raar. Het ziet er heel raar uit. Het ziet eruit als een starspaard, maar ik heb deze stars zeg maar nog nooit gezien. Ofwel, ik weet het echt niet. Alles loopt vast. Die Shire is zo leuk, hè? Die Shire. Oh, oké, de regenboog moet over 3 minuten hier zijn. Ja. Dan gaan we weer wisselen en dan vind ik het eigenlijk wel voor het wisselen wel zo mooi geweest. Dan ga ik dit gewoon verkopen. Want ja, ik heb zo'n beetje alles van Fortuna al en er is niks nieuws. Ze zeggen wel, er is wat nieuws, maar eigenlijk is dat niet. En ja. Oh ja, dat was ook een nieuwe functie, hè? Want je kan nu... shiften of bukken. Nou, dat is volgens mij was het control. Ja, hier. Dat is echt leuk. Oh, dat is helemaal nice. Oh. Oké. Dat is echt gewoon leuk. Je kan echt leuke poses maken eigenlijk. Gewoon leuke foto's eigenlijk is dit wel. Ik vind het wel nice. Het heeft wel iets. Daar zit je weer op paard. Hallo. Je hebt echt een basic setje aan. Ik ben niet basic, want ik heb geen setje aan. Oké. Oké, we zijn aangekomen dat de regenboog moet gaan inspannen elk moment. Oh, waarom duurt het zo lang? Ik heb hier geen zin in. Tot 10 minuten wachten. Normaal die 10 minuten, dan ga ik even trainen en zo. Maar ja. Yay. Dus... elke... Okay. Oep. Ik heb een voorgevoel dat hij in veel deel gaat inspannen. Maar ik weet het ook weer niet, want ja. En hebben jullie trouwens de teaser gezien voor... Ja, ik neem dit van tevoren op en het komt dan zondag online waarschijnlijk. Want eigenlijk leuk. Een teaser voor een wolken gebeuren en het is echt van... Stars, what are you doing with life at the moment? Oh, het ziet er heel raar uit, want... Dus, ja... Ik vertrouw het niet, weet je. Het is net zo'n kerstdorp. Alleen dan in de wolken. In de fucking wolken. Oh, die sterretjes zijn zo lelijk. Oh, rood. Maar volgens mij heb ik dit al... Er moet echt gewoon een functie komen om te kijken of je wel of niet het dekje al hebt. De regenboog is ingespannen bij Steve. Dus dat komt wel mooi uit. Maar misschien kunnen we dan even heen en weer. Of is hij in Fairgrove? Nee, is in Fairgrove, want Steve is dichterbij. Dat zou hier moeten zijn. Dus we rijden naar Fairgrove. Leuk. Waarom zou ik rijden? Trailer is veel sneller. Auw, stroomschok. Niet tot mijn home stable nu Fairgrove is, maar ik ben veel te lui
om daarheen te gaan rijden. Want ja, je weet het. Voor mij, ja. Okay. Halflingers zijn ook leuk, maar ik heb nu op het moment geen favoriet ras. Zonder IJslanders, maar ja, oké. Okay. Dorpvreugde over, waarom sleep ik naar beneden? Wat voor agressie is dit? Oké, okay. Serieus? Heb ik serieus eens... Oké. Leuk, ik kijk ook gewoon zonder te kijken. Dat is echt gewoon mijn ding. Ik neem altijd de verkeerde trailers. Oh, wow, dat was echt mooi. Maar oké. We zijn nu eentje gekomen in Vigrove. Of zoals ik het vroeger noemde, Firegrove. Kill me. En de regenboog is daar. Chasing the rainbow because we like it. Homebred. Even kijken. We kunnen nog door. Zo. Ik heb nog geen regenboogfoto's gemaakt, maar ja, weet je, dat maakt niet uit, want het boeit niemand meer. Want het is de derde keer dat hij komt en nu is hij zo flat als een dubbeltje en ze komen niet meer met nieuwe ideeën. Star Stable is echt meer, het is gewoon mijn mening, maar het komt alleen maar uit met paarden. Gewoon zeg maar, hier heb je een nieuwe ras, daar weer een nieuwe ras, nieuwe kleuren, nieuwe ras, nieuwe kleur, nieuwe ras. Geldwolven. Ik heb nog nooit een Vigrove gejaagd. Nee, ik ga meteen alweer stoppen, maar ik moet niet gaan jagen, ik moet gaan inruilen. Je ziet ook gewoon niemand hier. Of ik ben de eerste, of niemand boeit het meer. Oké, we gaan eventjes draaien. We hebben de cap. Ik ga gewoon weer even lekker klikken. Gewoon lekker klikken, want dat is mijn ding. We hebben de rijlaarzen. Ja. En cowboyhoed, die hadden we nog niet. Maar een masker, die hadden we al wel. En wat is dit? Is dat een volledig pak? Dat ziet er heel raar uit. Kijk dat... Huh? Oh, dat ziet er echt leuk uit. Dat ziet er echt oprecht leuk uit. Gewoon dat plaatje en dan dat jasje. Maar jammer dat die groen is. Dat jasje ziet er niet leuk uit, maar het idee van het jasje is wel leuk. Ja, ik zei te veel. Houden we van. Goud. Oké, we gaan door dat de inventory vol zit. En dan kunnen we altijd nog de paardendingen aandoen bij mijn paard. En dan kunnen we nog meer meenemen. Ik had er wel mijn cap en mijn handschoen uit kunnen doen. Maar dat is toch maar twee plaatjes en ik geef er niks om. Want ja, dat dus. Sean geeft jou een mooi cadeautje. En we hebben weer een jasje. Leuk. Weer een jasje. Hoeveel zal één stukje regenbooggoud eigenlijk waard zijn? Eigenlijk kan ik dat gewoon uitrekenen. Heel easy. Kijken. We gaan even die inruilen weer nog. Oh, lekker door met klikken. Oké, we hebben 600. Je krijgt er 340 voor. Delen door. 684. Je krijgt 5 Jorvik shillingen per dingetje. Dus dan verdien ik meer als ik alles inruil. Dat is wel handig. Hoeveel dingen zou ik nog kunnen inruilen dan? En dan hou ik waarschijnlijk nog wat over. We kunnen nog 90 keer wat inruilen. 90 keer, wauw. Volgens mij heb ik niet zoveel plek in mijn inventory. Nee, 7. Inventory is, even kijken, 7 bij. 7. Dat is 48 plekjes wat er in de onderkant zit, de vuilnisbak.
Dus kan ik eigenlijk, als ik dan nog terugrij, kan ik dan in principe dat doen, maar dan moet ik alles weer in mijn kast leggen. Oh my god. Ja. Hallo, wil je niet in me gaan staan? Dank je. Nee, het staat niet in me, maar het staat wel heel erg kut. Kun je alsjeblieft een stap naar achter gaan, want het is heel irritant dit. Die munt is wel leuk. Zet je wat aan, het zoals je origineel. Heel veel mensen die hebben dat niet. Die nakken gewoon setjes van wat YouTubers er aan hebben, zeg maar. Of wat heel erg populair is die tijd. En dat is, ja, weet je. Dat is gewoon je zonde. Oh, dat duurt zo lang. We zijn nog niet eens op de helft. Oh. Wow, waar komt dit mens vandaan? Tovenaar mens. Ik krijg kramp hiervan. Van het klikken. Dit is gewoon niet net dan. Volgens mij hoor je me ook gewoon klikken. Maar ik blijf gewoon klikken. Klik, 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 klik. We zijn over de helft. Ja, er is wel een hoofdstel. Hebben we een dekje al? Nee, jawel, we hebben wel een dekje. We hebben een dekje, jongens, we hebben een dekje. Ja, het is klaar. Oké, we gaan het dekje opdoen. Die gaan we opdoen, die gaan we opdoen. Die hebben wel op, die kan op, die kan op. Het zadel kan op, maar we hebben dit keer geen zadel. Wow. Maar dus kunnen we even doorklikken. Voor zover het kan. Ja, het masker kan nogal natuurlijk. Oh, dat dekje is nog niet zo lelijk. Oké. Allemaal peesbeschermers kan ook nog op. Ik heb zoveel peesbeschermers. En jurk. Die kan nog op. Peesbeschermers kan nog op. Masker kan op. We hebben nog plek voor iets meer cadeautjes. Dan. Oh ja, dat regenboogje kan er ook nog in. Goud. Als jij mij goud geeft, dan is het goed. Jasje en dan het laatste. Als de zadel is, dan is het niet het laatste. En we zitten vol. Brokkie vol. Dat, ja. Yeah. We kunnen nog meer inruilen, maar ik heb er geen zin meer in. Oh. Moeten we, kan nog wel. Moet ik heel snel alles erin doen. Maar ook echt heel snel. Ja. We hebben geen zadel. Voor ons stoppen we hebben wel uitrusting. Die kan daar. Nou ja, weet je, het is mooi. Want we hebben nog zoveel voor volgend jaar of zo. Dus die kan weer mooi ook de kast in. En dan zeg ik, jongens, dit was deze let's play voor deze keer. Ik hoop dat jullie het leuk vonden dat ik eigenlijk 500 goud heb ingeleverd van 1000. Maar ik heb het al gehaald, gewoon 1000. Weet je, het verzamelen is makkelijk dan het uitgeven. Want zo zie je, ik haal 2 volle inventories vol. Eigenlijk kan ik het nog. Dus ik zeg, tot later.